Goedenavond allemaal. Ja, ik ben net eventjes live, Melle, dus ik blijf hier heel eventjes. Ik sta Kapel-Gorredijk. Ik zie hem hier in mijn camera ook niet vergeten aan te drukken. Deze blijft ook nog wel aardig. En ik heb een nu mooi zicht op de structuur. Dus ja, dit is echt feest. Goedenavond allemaal. Ik was net eventjes met, alles gelezen, met Melle in conclave. De stormschades hier in de buurt druppelen inmiddels binnen. Er is hier net een supercel overheen getrokken. En het is een gigantisch beest. Ik kwam zelf vanuit Almere. De voorspellingen waren dat hij wat zuidelijk zou ontstaan en dan zo wat noordelijker zou trekken. Maar niks is minder waar. Hij is bij Lelystad ontstaan in een kwartier. En meteen volle bak, dik. En nu is hij uitgegroeid tot, tot een supercel. Dat is echt een gigantisch ding. Flitst continu. Ja, het is echt geweldig. Het is echt, ik zal mijn camera ook niet vergeten aan te drukken. Ik heb zo snel niet de trigger kunnen pakken. Melle kwam van de andere kant. Die kwam vanaf de Drachtenkant. En die is hem tegemoet gereden. En is later iets zuidelijker gegaan. Om buiten de regenzone te blijven. Die gaat nu meer noord. Want er komt nog een cel aan. Niet zo stevig als deze. Maar ook zeker de moeite waard. Maar ik ben even gestopt om live te gaan. Dat jullie ook even kunnen meegenieten alvast. En dit is echt prachtig. Ik hoop dat het op de livestream ook wat te zien is, die structuren. En anders zullen snel genoeg de foto's bij ons op Facebook en Instagram voorbij komen. Ik zie inmiddels links achter mij ook. Ik zal jullie even plaatsen wat dichter bij mijn camera, dat ik niet iedere keer in de wereld te lopen. Voor dan mijn camera en dan mijn. En dan de livestream lullen. Hey Elke. Ja goed, ik sta hier dus op de Kapelplaats bij Gorredijk. En ik heb dus nu zicht. Ja, die was mooi. Nu zicht op die cel die inmiddels over Drachten is getrokken. En trekt in de richting van Groningen. Volgt een beetje de A7. Dus dat is op zich wel keurig. Houdt zich volgens mij ook aardig aan de snelheid, want dit ding gaat hard. Ik probeerde er weer voor te komen. Maar dat was niet verantwoord. Ja, Hoorn zit een andere bui. Er zijn eigenlijk zo tussen 9:30 en 10:00. Nadat er een hele tijd niks is ontstaan. Deze is ontstaan en daarachteraan is nog een rijtje ontstaan met andere buien. Eén daarvan hangt ook nog links van mij. Ik ga ook kijken of ik daar nog bij in de buurt kan komen. Ja, dat is die andere cel, Albert. Die trekt op Leeuwarden af. Dus ook Leeuwarden gaat onweer krijgen zoals het nu lijkt. Even kijken hoe die geworden is. Oh, het is zo gaaf dit. Ja, dit is echt waar wij het als stormchasers voor doen. Dit zijn eigenlijk ook. Het komt niet heel vaak voor dat een bui van zo'n kaliber over Nederland trekt. Echt, ja, dit is echt genieten. Inmiddels zie ik ook de sterren erbij komen, hier rechts weer. Dus dat is. Ik zit echt aan de achterkant van de bui. Hoppa! Nee, is niet te doen om voor te komen, Nico, dat klopt. Ik heb het even geprobeerd, maar het moet wel veilig blijven allemaal natuurlijk. Ah, mooi zo, Nathalie. Oh, hey. Die Nathalie, denk ik. Van het Zeefonk. Maar ik zie in de verte ook. Oh, mooi. Ik weet niet of je het links ook ziet, maar in de verte rijdt de brandweer volgens mij naar een stormschade toe. Die gaat naar Nijbeets toe. Nice. Dokkum weet ik niet, Nienke. Ja, misschien dat die cel die bij Leeuwarden langs trekt. Ik weet niet of hij er recht overheen gaat of. Oh, nice. Of dat hij. Er langs gaat trekken.
Maar het kan zijn dat Doc hem in ieder geval... Ja, je kan in ieder geval genoeg zien. Want die flitst ook behoorlijk. Misschien nog wel meer nog dan die voor mijn neus. Dus ik ga eventjes snel op Google Maps kijken. Als jij foto's kan maken, ik sta bij gewoon bij. Mag met je telefoon. Nou, als echt alles kapot is, dan graag foto's. Nou, ik hoorde net ook dat in Drachten het een bende is vanwege de wind die bij deze supercel hoort. En wat ik al zei, er zijn een aantal buien die trekken nu. Oh, net te laat, verdorie. Links mooie cc'tjes nog te zien. Ik moet dus blijven klikken en ondertussen op Google Maps kijken waar ik heen moet. Waar ben ik? Ik ben hier. Ik wil eigenlijk een weggetje. Laat ik weer Den Helder. Ja, dat zijn die andere buien. Nee, dat zijn weg naar een huis. Ik moet eigenlijk een weggetje hebben waar ik mooi vrij zicht heb richting het westen. Even kijken, misschien moet ik dan daarheen. Nee, daar kom ik in Tijnje uit. Ja, dorie. Daar kan ik vast wel langs staan. Hoe lang is het rijden? Dan moet ik daar gaan staan. Nou, dat is 5 minuutjes rijden. Ja, deze is inmiddels weer wat verder. Dus je ziet de structuur nog wel. Maar de flitsen iets minder fel. Ik wil eigenlijk nog even een shot maken met de sterren erbij. Dat is wel even gaaf. Zo. Oh, andere kant op. Terwijl het hier nog steeds wel wat waait, maar niet zoveel als eerder. Ja, de bui komt ook richting Groningen, Jan. Dus die kun je daar zeker goed zien. Oh, ja, dit is... Oh, die zonde hier net niet. Ietsje hoger mikken. Hoe groot die is? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zat net in de auto en daarna heb ik meteen mijn camera gepakt en meteen de livestreamtelefoon. Ik heb niet echt meer op de radar gekeken, alleen hoe die trok en niet precies hoe groot die is. Dus meer waar ik er veilig zo dichtbij mogelijk nog kan komen. Maar ik kan even snel de radar erbij pakken. Hij is nou niet enorm, ja, hij schiet wel behoorlijk de hoogte in. Dat, die hoogte zie ik er niet bij staan. Dankjewel Nico. Nou, best wel groot. Hij is zeg maar van Drachten tot Marum. Ja, nog wel verder. Dus ja, dat is wel een aantal kilometers groot. Terwijl ondertussen ook nog meer stormschademeldingen binnenkomen. Ik zal even snel spieken. Even kijken. En voor degenen die hier bekend zijn in de buurt, dat valt nog mee trouwens. Het is hetzelfde als de vorige, maar dan... Nog meer auto's erheen. Nou, valt nog mee. 3. Maar het schijnt ook lokaal wel, waar de brandweer niet voor ingezet hoeft te worden, aardig tekeer te gaan. Drenthe ook goed te zien. Ja, dat wil ik geloven, ja. Super veel foto's gemaakt in Joure, helemaal goed. Stad Groningen, ik scroll even snel naar boven. Ja, het is echt geweldig gaaf om te zien dit. Oh, het flitst nu aan beide kanten hier. Het is
Dus die bui recht voor mij, met de sterrenhemel erboven. En die bui links van mij. Ik denk dat het mee gaat vallen met de eilanden. Aangezien dit noordoost trekt. Maar goed, je weet het niet hoe die verder gaat ontwikkelen. Ik zal ondertussen even snel spieken waar ik die andere bui... Oh, dat zal nog wel kunnen ook. Ja, de eilanden krijgen wel, excuses. Dat trekt het ook overheen en langs. Ik moet dus even snel luisteren wat Melle zegt. Dank u. Nou goed, ik ga zo ook weer rijden, denk ik. Maar dat lijkt aan één te gaan sluiten, dat deel. Dus dan rijd ik vanaf Tijnje door, Drachten door en dan ook die kant op. Dan ga ik nu hier de boel afsluiten en dan kom ik jouw kant ook op. Goed, ik ga hier de boel afsluiten, want ik ga een andere cel pakken. En ik ga ook proberen daar weer even live te gaan. Bedankt voor nu. Foto's zijn zeker terug te vinden op onze pagina. Dus als heb je onze pagina nog niet geliked, dan moet je dat zeker even doen. Volg ons ook meteen op Instagram. Bedankt voor het kijken en tot later.